Het is wel zonde dat je zo snel al die tegengoal krijgt. Ja, dat gebeurt helemaal voorin. En uiteindelijk vind ik dat hij gewoon veel te snel bij mij weer om de oren ligt. En dan is het wel heel erg zuur. Ja, wat ging daar mis? Na 6 minuutjes al volgens mij. Ja, volgens mij floot de scheidsrechter af. En ik denk dat we daar niet even scherp waren. Dan moeten we soms zijn we daar even niet even scherp. We moeten dan gewoon misschien een overtreding maken of wat dan ook. En nu gaan ze eigenlijk gewoon door de as heen. Steekballetje en klaar. Was dat een behoorlijke domper voor jullie? Was het een mentale tik? Nou ja, uiteindelijk als je heel snel een tegengoal krijgt, ja, die voel je wel. Maar ik vind dat we dat gewoon eigenlijk als team heel goed op hebben gepakt. Ik vond dat we met Vlaag ook best wel aardig speelden. Goed via de flanken, aantal voorzetten. Goede mogelijkheden ook. Dus ik denk eigenlijk dat we prima die 1-1 hadden kunnen maken en moeten maken misschien wel. Ja, dan had je een hele andere wedstrijd gehad. Een paar schoten van Joël Tol inderdaad, hè, die misschien meer hadden verdiend. Ja, die jongen die speelde zeer verdienstelijk en dat vind ik zeer knap van hem. Aan de andere kant kregen zij ook goede kansen, maar ja, je wist er toch een paar uit te halen. Ja, het is wel prettig dat je dan nog een aantal ballen kan pakken. Hè. Dan blijf je toch nog in de wedstrijd. Als je dan heel snel op 2-0 achterkomt, dan wordt het toch wel wat lastiger. Dus ja, het is wel fijn dat je die ballen pakt. Maar ja, goed, uiteindelijk heb je er helemaal niks aan. Maar goed, jullie blijven daardoor wel langer in de wedstrijd. Maar dan in de tweede helft, als die 2-0 valt in de 73ste minuut, ja, dan knakt er wel wat, denk ik, hè? Nou ja, goed, ik weet niet of het dan daadwerkelijk echt iets knakt. Kijk, ik geloof er altijd nog wel in als... kijk, wij zijn wel Urk, dus uiteindelijk opportunistisch voetbal. En als die bal wel goed had gevallen en niet van de lijn af wordt gehaald, dan had ik het nog moeten zien. Het is gewoon heel zuur voor Klaas dat hij die bal aanraakt. En dat hij dan dat ik net geen sterke hand erachter krijg. Want anders had hij misschien net over de lat gegaan. Maar goed, ja. Ja, het is jammer. Maar goed, ja, dat kan gebeuren. Hij heeft verder een hele goede wedstrijd gespeeld. Ja, maar welk gevoel stappen jullie nu uit dit bekertoernooi? Ik neem toch aan met rechterrug en kop omhoog. Ja, zeker. En ik vind ook dat we ook best wel aardig hebben gespeeld op bepaalde momenten. Ja, nu zie je gewoon af en toe wat kwaliteit van tegenstander bovendrijven. En die zijn wat funester. En die maken het gewoon goed af. Helaas... niet voor ons.